Mijn naam is uh, Mark Jonker, product manager apps binnen Automotive Media Ventions. Ik ben eindverantwoordelijk voor uh, de Autotrack en de Gaspedaal app. Uh, zorgen dat we die verder optimaliseren en beter in de markt zetten. AutoTrack richt zich eigenlijk op de gebruikers die de hele ervaring van het kopen van een nieuwe of tweedehands auto ja, als niet heel erg prettig ervaren en veel informatie overloopt. Uh, ja, dus we proberen eigenlijk die gebruiker aan de hand te nemen en uh, te helpen in, uh, en te begeleiden in hun zoektocht naar een nieuwe auto. Uh, waarbij gaspedaal zien we toch een wat meer. ...analytische gebruiker, waarbij uh, ja, die zijn heel technisch meer onderlegd. Uh, die willen alles vergelijken. Uh, die maken zelf heel veel lijstjes om zo op die manier vergelijk te maken. Dus Ja, totaal voor beide apps, uh, dus uh, gaspedaal en autotrack app... Er uh, zitten ongeveer 230.000 unieke gebruikers per maand. Waarbij ongeveer 130.000 afkomstig zijn van Gaspedaal En ongeveer 100.000 unieke gebruikers van, uh, vanuit de Autotrack-app. En dan niet te vergeten hebben we natuurlijk ook nog onze beide websites. Ja, EnRise is, uh, is, is heel erg fijn in het sparren uh, rondom de techniek. Ze zijn heel erg gestructureerd. Uh, loggen altijd alles heel erg goed. Uh, dus het is ook altijd heel makkelijk om uh, bepaalde informatie terug te vinden. En langzamerhand zijn we inderdaad nu onze eerste uh, nieuwe functionaliteit ook aan het. Uh, uh, aan het Doorvoeren en hier en daar ook wat uh, optimalisaties aan het doorvoeren. En die, uh, ja, die, die werpen ze vruchten gelukkig af. En, uh, dus dat gaat de goede kant op. We hebben ook een support en onderhoudcontract uh, met Enrise. Uh, nou ja, die stelt ons in staat dat mocht er een keer een kritiek uh, issue zijn, dat we, nou ja, dat we jullie natuurlijk ook kunnen opbellen en uh, dat, jullie de, ja, dat we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat. Uh, en mogelijke bug ook zo snel mogelijk wordt opgelost. Dus dat, uh, dat is erg prettig. We proberen natuurlijk uh, altijd goed te monitoren of uh, alles in de app ook uh, blijft werken. Uh, en mocht er inderdaad een keer iets fout gaan, dan snel op te sporen waar dat dan precies fout gaat. Uh, met technologie heb je natuurlijk een back-end en een front-end. En uh, het opsporen van waar dan een probleem exact plaatsvindt, uh, is natuurlijk belangrijk om te weten waar we het moeten oplossen. Maar we hadden laatst ook zeker een. Uh, uh, ja, een, een toch een klein issue in de Gaspedaal-app waarbij uh, sommige uh, uh, gebruikers een crash ervaarden. En dat hebben we toen uh, nou ja, met uh, zowel uh, Enrise als, uh, als AMV-backend-team uh, heel uh, snel kunnen opsporen en weer kunnen verhelpen. Probleemloze projecten bestaan niet? Uh, probleemloze projecten bestaan zeker niet. En nee, nee, helemaal niet in de, in de techniek. Uh, en in de wereld van mobiele applicaties is dat niet anders. Uh, nee. We werken niet helemaal scrum, maar meer op een soort van kanban manier. We zitten vaak wekelijks met elkaar voor een planning sessie en een refinement sessie. We hebben onze dailies, dus zo proberen we in ieder geval gewoon wekelijks contact met elkaar te houden. En ja, uiteraard kunnen we elkaar natuurlijk 24-7 vinden op Slack. We hebben eens in de, eens in de maand, uh, soms wel vaker, zien we elkaar natuurlijk ook uh, fysiek. En dan uh, werken we gewoon even bij elkaar op kantoor. Uh, en zo onderhouden we toch een beetje de, de, de sociale cohesie binnen het team. En uh, ja, dat gaat eigenlijk uh, naar mijn mening uh, best wel goed. We vinden het belangrijk dat we uh, uh, nou ja, om de zoveel tijd uh, ook echt in direct contact staan met onze gebruikers. Uh, dat kan zowel kwalitatief als kwantitatief. Dat is een hele waardevolle dag, waarbij we inderdaad uh, nou ja, alle, alle observaties die we hebben gedaan en eventuele verbeterpunten die we hebben gevonden in een, uh, in een rapport samengieten. En uh, nou ja, die worden uiteindelijk weer geprioritiseerd, en daar worden uiteindelijk weer tickets van gemaakt, die vervolgens weer in de releases terechtkomen en uh, de eindgebruiker weer verder helpen. Ja, als je nog nooit een app hebt ontwikkeld en je staat op het punt om te kijken van hey, is een app iets van mijn bedrijf, dan, uh, dan zou ik iedereen uh, aanraden om goed onderzoek te doen. Je hebt je gebruikers, je hebt je doelgroep. Doe goed onderzoek naar uh, uh, wie zit er allemaal binnen mijn doelgroep. Zie ik meerdere soorten persona's uh, en wat is precies. Welk probleem proberen we eigenlijk voor die, voor die doelgroep op te lossen? Je hebt binnen uh, AppWereld uh, heb iOS-apps, je hebt, uh, hebt Android-apps. Dus dat zijn echt de, de, de native programmeertalen, zoals bijvoorbeeld een Swift is voor iOS. En een Java van Kotlin is voor, uh, voor Android. Maar je hebt ook hybride talen. Uh, dus dan kan je denken aan React Native of Flutter. Uh, AMV die bouwt zijn, uh, zijn apps in React Native. En het voordeel daarvan eigenlijk is dat je als developer eigenlijk in één codebase... Uh, je code aan het ontwikkelen bent uh, en vanuit die codebase je zowel een iOS-app als een Android-app kan, uh, kan distribueren. Dat scheelt een stukje efficiëntie en uh, in, in die zin ook kosten. Heb je niet de kennis in huis, dan uh, is het altijd een slim idee om een extern bureau in te schakelen om je ja, te, ten eerste met dat onderzoek te begeleiden. Uh, maar ten tweede, mocht je hebben gevalideerd dat een app echt waardevol kan zijn voor jouw bedrijf, dan, uh, dan kan zo'n agency je ook heel erg snel helpen om een eerste versie uh, live te krijgen.